Welkom beste kijkers bij Sokken Reporter TV. In deze uitzending blikken we vooruit op de kraker ASA Groothammers uit de 4e klasse 1 Zuid-1. En in terugblik laten we de doelpunten zien uit de wedstrijd Peursum-Asperen. Zaterdag 27 mei reist Sokken Reporter af naar Sportpark ASA om een videosamenvatting te maken van de kraker ASA Groothammers. Pakt ASA een periodetitel of wordt Groothammers kampioen? Persoonlijk heb ik grote waardering voor de vereniging uit het Gelderse Hellouw. Met iets meer dan 1000 inwoners heeft ASH toch 3 seniorenteams, 2 damesteams en 7 jeugdteams. En ondanks dat de selectie waar het eerste elftal uit moet putten kleiner is dan bij een grotere vereniging, presteert het eerste elftal onder leiding van trainer Gilberto Smit uitstekend. Gilberto Smit is overigens aan zijn laatste seizoen bezig en gaat volgend seizoen naar Vuren. ASA staat momenteel 5e met 23 gespeeld 46 punten. Er werd 53 keer gescoord en 25 keer tegengescoord. ASA is ook nog in de race voor een periode. Dan moet het zelf winnen en is het afhankelijk wat de concurrentie doet. Topscorers zijn Danny Bijl met 17 doelpunten en Arnoud van Arendonk met 9 doelpunten. Van de laatste 5 competitiewedstrijden won ASA er 4 en speelde 1 keer gelijk. De uitwedstrijd tegen Groothammers werd er met 5-2 verloren. Ja, de Blauw-Witte zullen er alles aan doen om de punten in Hellouw te houden om zo nog een kans op een periode te winnen. Ja, het zag er langere tijd eruit dat Groothammers naar 1 seizoen weer makkelijk zou terugkeren in de 3e klasse. Maar door een paar mindere wedstrijden zag Groothammers Unitas tot op een punt naderen. Groothammers staat nog bovenaan met 23 gespeeld 55 punten. Er werd 55 keer gescoord en 16 keer tegengescoord. Maar de laatste weken is het keurkorps van trainer Bertus Verschaik weer in goede doen. Van de laatste 5 wedstrijden won Groothammers er 4 en speelde 1 keer gelijk. Tussen het geel-zwarte keurkorps zal er alles aan doen om de titel mee naar huis te nemen. Topscorers zijn Luc Kuilenburg met 13 doelpunten en Sam van der Grijn met 11 doelpunten. Ja beste kijkers, alleen creëren zijn er weer om er zaterdag een geweldig spektakel van te maken op het knusse en gezellige sportpark ASA. De wedstrijd staat onder leiding van de heer J.M. van Acooi uit Gorinchem. We gaan nu nog even kijken naar de doelpunten uit de wedstrijd Peursum-Asperen. Thank you.
Ja, de uitzending zit er weer op. We hopen dat het publiek in grote getalen naar Sportpark ASH komt om hun team aan te moedigen. Bent u zaterdag niet in de tegelijkertijd om de wedstrijd te bezoeken, dan kunt u altijd vanaf zaterdagavond de videosamenvatting van deze wedstrijd zien op sokkerreporter.nl en regiovoetbal.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.